kapot. Hoi, joh. Wil jij hem omdrijven? Ja, hou op hoor, hou op hoor. Knol Power. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en dit is Myron. En Myron, zet hem op. You got this, oké? Ja. Zet hem op. Focus. Probeer niet te denken aan het warme weer. Ook al krijg je sowieso een zweetreet. Nou, veel plezier. Bye bye. Myron, die neemt mijn auto mee. Boom! Ik ga met deze witte auto mee. Hey, hallo! Dan kan je hem niet omlaag doen. Kan je hem niet omlaag doen, raampie? Oh, je kan hem hier zo klappen. Naar buiten. Hey! Dit had ik vroeger bij mijn moeder in de auto ook. Dat is super chill. Daar komt het met je vinger. Ik ga met dit racemonster mee. Oh, ik weet nog wel dat dit racemonster in de camper ging rijden. Ja, dat is wel weer even een ander verhaal, hè? En op een gegeven moment deed die camper geen pukkel meer. Nee. Maar goed, we zitten nu in jouw racemonster. En serieus, oprecht, wat is deze auto vet qua interieurdesign? Ja. Ja, nee, maar echt serieus. Het is echt nice. Ik vind het super sick. Kijk deze afwerking. Dit witte hier, de witte hier omheen. Hier wit bakje, dit witte op het stuur. Hier zo, hier helemaal doorlopen. Ja, wit nice hemdje. Ja, helemaal matching met mijn auto. Kijk, witte buik. Ja, nee, echt super nice. Ja. Oké, nou laten we gaan op naar Zeewolde. Daar gaan we weer een gekke dag beleven. Ik heb er ontzettend veel zin in. We hebben heerlijk geslapen. En we gaan weer genieten van het weer. Ook al is het een beetje spannend, want het kan gaan omslaan. Het kan in één keer keihard gaan regenen en onweren. En misschien dat we met de boot op het water zitten dan. Dan moeten we even kijken. Ik heb geen idee. Dus ik zou zeggen, knal even dat blauwe duimpje omhoog. Ik ben heel erg benieuwd of we 20.000 likes kunnen halen. Dus knal dat blauwe duimpje omhoog. En dan geniet van deze vlog. Kijk eens even. Hè? Wat top dit, hè? Gewoon twee dikke John Deere's naast elkaar. Ze zijn helemaal verkleurd van de zon. Maar hey, het zijn wel twee dikke John Deere's. Is er iemand thuis? De deur staat. We moesten achterom lopen. Hoi, hoi, hoi. Is er iemand thuis? Is er iemand thuis? Is er iemand thuis? Hallo, kniebel, knabbel, knuisje. Is er iemand thuis in dit prachtig huisje? Zit je op de pot? Nee, ik was even... Als ik op jullie moet wachten, was ik alleen maar verrimpeld. Waar ben je dan? Je gaat me toch niet weer laten schrikken? Nee, jij schrok van mij. Alles goed? Ja, lekker. Hoi. Hey. De hond heeft in de huiskamer geplaatst. Hallo. Oh, hey. Hoe is het? Hallo. Hé, hey, er is er nog eentje. Hallo. Hoe gaat het met jullie? Het zijn muizen, toch? Muizen, gast. Oké, dit zijn van die hondjes. Die doe je zo onder je arm zo. Kom maar. Nou, oh, die wil niet. Maar die doe je onder je arm en dan loop je zo mee. Het lijkt echt of die een jasje aan heeft of zo. Hey, kom dan. Hey. Hey, kom dan. Het zijn wel hele lieve hondjes, hoor. Ja? Ja, ze zijn wel heel lief. Oei, je bent lief, hè? Dat is mijn grote ogen, hè? Oké, ze zijn thuisgekomen. En we gaan ze even laten schrikken. De vrouw van Sheet en de kinderen. Oh! Weet je hoe super schattig Milana langs kwam lopen? Zo. Hey! Hey, hallo Luciano! Alles goed? Ja, een beetje. Trekken, pak hem! Pak hem, Milan! Kom, we gaan hem helpen! Kom! Hier, pak het! Je bent gered! Je hebt me gered, Milana! Oh, ik stikte bijna, joh! Maar volgende keer moet je er sneller bij zijn, hè? Ja, we moeten lang trekken! Volgende keer moet je sneller trekken, joh! Moet je kijken, joh! Ik was bijna gestikt in al deze mooie kleuren!
Oei. Ik ben echt een oekel. Het interesseert toch een pukkel? Nee. Hey. Sluit op. Hij lukte wel goed, ja, trouwens. Ja. Dit is een van de beste keren dat het lukte. Spelletje en zo. Oh, ben jij een kleine baby? Oh, koetje. Koetje. Gooi je daar zo'n tand tegen je hoofd? Koetje. Ik vind kinderen eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. Hey, Milana, ik heb nog een heel leuk spelletje. Dat heet wie het snelste alle ballen kan verzamelen. Wie de meeste ballen kan verzamelen. Snel. Snel. Je mag het niet echt. Ja. Alle ballen verzamelen. Dat is echt een goed spelletje voor jou. Echt het beste spelletje. Ja. Ja, oh, zo, je had te veel zeg. Niet normaal. 60 gelijk. Ik poep er nog even eentje uit. Oh, oh. Kijk. Jo. Oh, je hebt er nog meer daar. Eerst die balpak daar. Nee, er liggen er daar nog drie. Stil, pak ze. Nee. Daar zijn er nog drie. 4, 5. Ja. Hoe je kinderen in de maling kan nemen. Dat is gewoon top. Ja. Oh, leuk hè, Luciano. Leuk hè. Oh, Luciano die gooit ze er weer uit. Oh man. Hey Luciano, moet ze opruimen. Leuk hè, kinderen. Ja, top. 4, 5, 6. Je neemt ze mee. Ja, gooi ze maar Luciano, gooi ze maar. Goed zo. Oh, weer erin. Goed zo. Zo, dames en heren. Dat was even het speelkwartiertje. En ik ben heel erg benieuwd als ik dan zo even vraag aan Fren en Daniel. Zijn jullie al van mening veranderd? Nee. Willen jullie geen kinderen? Oh. Jezus. Nee, kinderen zijn heel leuk voor één dag. Ja, mening. Nee, ik vind kinderen heel gezellig, maar ik hoef geen eigen kinderen. Nee, ja, we zijn net een kwartiertje binnen geweest, zo 20 minuutjes. En ik vind het heel heftig. Fred vindt het heftig. Ik vind het niks. Fred kan kinderen niet handelen. Ik wel. Nee. Ik ben zelf ook nog heel erg kind.
lukt het wel, ja. Oh, ja, dat wordt een lange dag voor je, Fred. Ja, ik weet het. Er zit niks anders op, hè. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende soorten kinderen. Je hebt sommige kinderen die zijn heel erg druk. Of sommige kinderen zijn wat rustiger. Of ertussenin. Ja, dit zijn toevallig allemaal hele drukke kinderen. Ja. Daniels. Ja, dat zijn gewoon kleine stuiterende Danieltjes. Nee joh, maar één groot gekhuis. Echt lachen joh. Je kan echt spelen met die kinderen. Nou, echt hilarisch. Ik lach me helemaal te pletten. Geniaal. We zijn nu onderweg naar het water. En dan gaan we lekker badderen. We waren alles aan het inladen op de boot van Sheet. Die hier ligt. Of tenminste lag. En in één keer, shit, ik ben mijn camera in mijn tas vergeten. Die had ik gewoon nog hier op het dek laten liggen van de boot ernaast. Jongen, jongen, jongen. Kan ook alleen mij overkomen. Alleen weet je wat het nu is? Nu moet ik weer van de steiger naar de boot. En de vorige keer dat ik ergens van de steiger naar een boot moest springen, ging het niet zo goed. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar dat zag er zo uit. Nou, ik spring gewoon, hè. Doe maar. Doe dan. Go! Wat doe je? Kijk eens even. Hoppakee. Kijk, dit is nou eens top. En hier tussen die steigertjes. Dankjewel dat ik normaal op de boot mag. Geworden, zegt hij. Geworden. Wish I could say I was finally over you. But that's not the truth. Eén afspraak is dus de eentje vang moet je schreeuwen, hè? Dat doe ik ook altijd. Ja, wees me niet bang hoor, ik ben heel enthousiast als ik reden heb. Ja, hij gaat ook gelijk, ik heb er wel één, jullie niet. Oh. Hey, Luciano, het is politie. Het is politie. Zo, ben je lekker aan het chillen? Ja? Ik moet even mijn portemonnee pakken, want de politie wil mijn vispas zien. Maar die heb ik. Ik ben een echte visser, hè? Wist je dat? Ja, dat wist jij, hè? Ik heb hier mijn pasjes, er zit mijn vispas ook in. En die ga ik even laten zien. Ze zijn al weg, ze zijn al weg. Meen je niet? Oké. Okay. Daar varen ze. Weg. Ik wilde serieus, ik heb hier, ik moest hem laten zien. Ja, nee, ze hadden me herkend, dus ze zeiden, oh, dit zit wel goed. Oké. Okay. Ja. Nou, top. Salto erop. Dat is ideaal. Ja, doe jij maar salto de boot op. Word je nu een keertje niet aangehouden met te hard varen? Ja, ik moet wel zeggen, Sheet, dat gebeurt bij jou wel vaak. Oké, okay, nou, super chill. Maar ja, ik heb sowieso een vispas, dus het was sowieso goed gekomen. Het is op zich ook wel leuk geweest om hem te laten zien. Ja, ik daarom... Jij zegt altijd, ja, ik ga een keertje aangehouden worden en dan ga ik mijn vispas laten zien. Daar ben ik dan heel trots op. Ja, nou, precies dat. Dus daarom, ik pakte meteen de camera, ik pakte de vispas en ze varen weg. Ik wil hem gewoon laten zien. Ze aanvaren om hem te laten zien. Ja, zo van, hier, ik heb hem. Ja, goed, in ieder geval... De bedoeling is helemaal niet dat we verder veel gaan vissen of zo. We zijn gewoon lekker op het water. We gaan lekker een bommetje doen. We gaan duiken. We gaan gewoon genieten van het mooie weer. Maar hey, Daniel heeft zijn hengels mee. Shait is ook van het vissen. Gio is ook van het vissen. En nu is het zo dat we dit bruggetje zaten. Ja, had zo'n monster eraan, die gek. Ja, ik had een dikke aanbeet. Dus Daniel zei, ja, we moeten hier wel even een hengeltje gooien. Dus ik denk, doe even mee, weet je wel. Even leuk doen. Maar goed, we gaan nu weer verder varen. Kijk eens, prins Willem-Alexander. Zo, die heeft een dikke knalpijpen onder zitten. Zo, jeugd, niet eens gezien. Holy moly. Er zaten zes van die grote kanonnen. Jij, ga je het laten zien? Er zaten zes grote kanonnen onder. Oh, de auto die ik gisteren zag, die Seat, die had ook zo'n pijp eronder zitten. Eén van deze zes had hij eronder. Dat maakte een kabaal ook. Hier, moet je kijken joh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeetje. Als die gas geeft dan... Dat is niet goed hoor. Een boot zuip. Ik heb een kaas op de boot hebben. Waarom noem je me altijd Enzo Knol, Milana? Het is Enzo. Ik heet gewoon Enzo, hè? Zelfs als Enzo voor. Of zou ik jou ook de hele tijd bij je voor- en achternaam noemen? Milana Billenvrouw. Milana Valentina. Milana Valentina Charak. Hoe? Milana Valentina Charak. Jeetje. Ja, veel bijna. Ik heb ook nog een naam ertussen, wist je dat? Ja.
Ik heet Enzo Hendrik Knol, wist je dat? Ja. Jawel. Mijn middelnaam, Hendrik. Enzo Hendrik Knol. Nee joh! Ja, kijk. Knolpower! Knolpower! Hé! Hey. Wat een baas. Mooi shirtje! Hij heeft Knolpower shirtje aan. Lukt dat? Hij gaat wel dicht. Ja? Hé, hey, baas, alles goed? Ja. Mooi. Zo, dit gaat nog maar net goed. Hoi. Oh mijn god. Nee, dat red je niet, gek. Nee, baas staat nu hoog. Nee, dat red je niet. Serieus, als je later had gevaren, dan was dat zwarte ding was afgebroken. Oh, ik denk, klung. Shit, het water is te heel. Alles kapot. Wat een gekkie, hè, die papa van jou. Zullen we hier even boven? Nee, boven. Ja, nee, hier zijn geen boeien. Ik heb Luciano heb ik net uitgelegd wat een boei is op het water. Dus elke keer dan zien we een boei en dan zegt Luciano boei, boei. Maar nu heeft hij zo vaak boeien gezien en gezegd dat alles opeens een boei is. Jij ging ook met mij mee spotten. Zo! Maar die moet je niet halen, die is heel moeilijk te parkeren. Ja, ja. Ja, ja, nee, dat is een goed excuus voor iemand die daar geen geld voor heeft. Ja, die ga ik niet kopen, joh. Niet omdat die te duur is, het is moeilijk te parkeren. Dat is echt een goeie, Gio. Ik ruik kibbeling. Ruik je kibbeling? Zo eentje wil ik, zo'n sushi. Zo, maar is dit ook een speedboot? Zo, dit is wel een lange ook, hoor. Niet normaal. Gruwelijk. Nou, we gaan dus hier even... Zijn we nu in Harderwijk? Ja. We zijn nu in Harderwijk dus. En we gaan eventjes kijken of we hier ergens even wat eten of wat drinken kunnen halen. Voor de lunch. Hoppakee. Ja, wacht, ik ga mee. Zo. Dat is scherp gezien van jou. Weet je wat Samantha ziet? Deze boot heet content. Hoe geniaal is dat? Die boot heet gewoon content. Wat lachen zeg. Mama. Wij zagen laatst ook een boot varen en die heette Corona. Die heette gewoon serieus Corona. Maar ik denk dat dat al was voordat Corona er was. Maar ja, dat ja, kan natuurlijk. Ik bedoel, je hebt ook Corona qua drinken. En je hebt ook een Corona qua boot. Dus ja, bestaat gewoon. Maar deze boot is goed voor de content. Echt lachen zeg. Kijk deze baas even joh. Hé, hey, we hebben een mooi knolpouwen outfitje aan. Ik ben nu aan het vloggen ja. Yes! Super cool, shit, die zag je dat jij helemaal knolpower had. Ik ook knolpower. Je hebt zelfs het nieuwe broekje aan alles. Wat cool man. Ik heb ook knolpower beker. Ja, je hebt nu ook een mooi tenuutje aan hoor. Ga je dit nou gewoon weer proberen? Wat een gast. Ga je het echt proberen? Oh, 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 oh. Hoi, joh. Ja, hoi, hoi, hoi. Nou, het kan nog wel net. Maar die vorige, die kon niet hoor. Deze is hoger, ja. Gekke papa, hè? Doet hij gewoon. Ik ben nog even met die knolpower baas en die andere baas in het Ajax shirt op de foto geweest. Super lachen. Ze hadden de boot gemist hier zo. Maar ze waren heel erg blij dat ze mij tegenkwamen. Dus ik ben blij dat ik nog even hun middag goed heb gemaakt. Ja, wat is er? Zo, doet iemand een bommetje? Brug gaat open. Harderwijk is wel mooi hoor, als ik dit zo zie. Dat is echt heerlijk. Nee joh. Kan je hem pakken? Nee, ik durf dat niet hoor. Ja, hier, moet ik hem pakken? Ja, doe maar, ik film wel. Oh, dat gaat zielig. Rustig maar, rustig. Oh, we hebben gewoon een duif gered. Kijk uit dat hij niet zo... Oh. Oeh. Ken je dat filmpje? We hebben een duif gered. Ja, we hebben een duif gered. Maar hij is wel van iemand, zie je dat? Ja. Kijk, hij heeft allemaal barcodes maar en zo. Maar ik vraag me af of hij nog wel. We kijken hoe duur die is, even scannen. Ja. Flip. Oh, cool. Ik heb nog nooit een duif in het water gezien. Kijk, is een duif, Luciano. Nee, ik vraag me af of hij nog... Wil je even aaien? Ja, even aaien, hè? Dat is lief, hè? Aai. Hé, hey, maar nu moet ik hem gewoon weer doen, hè? Ja, je moet de boot weer aanleggen. Oh. Zal ik hem eens loslaten? Even kijken of nee, dat gaat niet goed, hoor. Ik denk gewoon... Even aan de zijkant. We hebben gewoon een duif gered. Het is lieve duif, hè? Nee, dit is geen eend, het is een duif. Het is een duif. Het is een duif. Oog? Ja, dat is een oog van een duif. Laat het Daniel zien. Kijk, daar gaat hij.
Kijk eens. Ja. Ah. Applausje, hè? We hebben een duif gered. High five, jongen. Kijk dan, hij is helemaal... Gewoon een duifje gered, hè? Gewoon. Hey. Hallo. Hallo. Wat is dit dan? Wat is dat? Ja, hij is gekenmerkt. Dus ik denk dat hij van iemand hier in de buurt is. Hé, ik wil hem aaien. Hij is best wel tam, hè? Precies aaien. Nou, het is je één dierenbende, dames en heren. Moet je hier nou kijken? 1, 2, 3, 4, 5 zwanen. Misschien 6 zwanen. Misschien hopen ze dat ze wat brood krijgen. En die duif, ik weet niet wat hij wil gaan doen. Maar die loopt de hele tijd op de rand hier zo. En hij blijft hier maar zitten. We zitten hier nu al 5 minuten. We wachten even tot het eten en drinken hier is. Maar die duif, die blijft maar gek doen. En hij blijft maar op het randje staan. Hé, hey, duif. Niet in het water springen weer, hè? Want we hebben je er al uit gered. En straks zijn we er niet meer en dan word je niet gered. Nou goed, heel even wachten op het eten en drinken. Dan gaan we straks weer lekker varen, want als je zo stil zit met die brandende zon... gaat het wel hard met het verbranden. Ik moet hem straks weer even insmeren. Luciano, dat is een zwaan. Of vind je ook dat dat een boei is? Omdat je tegen alles boei zegt. Boei. Oh, dames en heren. Wat ook een avontuurtje, gewoon met die duif, hè. Maar goed, we zijn weg van Harderwijk. We gaan even lekker wat eten. Of jeetje, wat heb je allemaal meegenomen ook, gast? Broodje paling, broodjes met van alles. Ja, vind je dat lekker, hè, paling? Broodje paling. Ik heb dat eerlijk gezegd nog nooit gehad, dus ik kan ook niet zeggen dat het vies is. Gerookte paling is echt boterzacht en lekker. Maar paling is toch zo'n vieze, glibberige soort van slang? Ja, dat is wel heel lekker. Klinkt toch niet echt heel... Ja, het is echt lekker. Oké, okay. Nou, ik ga het een keertje proberen. Maar voor nu heb ik lekker patatjes. Ik wil ook. Patatje oorlog. Nee, ik wil ook. Duik er helemaal in. En even kijken. Een broodje kroket met mosterd, als het goed is. Oké, okay, niemand reageert. Maar ik ga hem zelf wel pakken. Broodje kroket met mosterd. Heerlijk. Ik heb trouwens een goed idee, hè. Wat nou als we straks stiekem... bij Jill zeggen dat we 3 eieren op zijn hoofd kapot gaan slaan, maar dan doen we er 2. Hey, 50 euro voor jou verdiend de vorige keer, hè, met die 3 eieren. Ik heb goed geholpen, weet je het nog? Ja. Heb ik je uitgelegd hoe het zat, hè? Ga je lekker slapen? Ga maar lekker slapen, hier. Gaat het lukken zo, met slapen? Hey, als het goed is, is hier ergens een prinses op de punt van een steiger. Ja, dat is echt zo. Jawel, ergens hier zit een prinses op ons te wachten. Op de steiger. Ja, dat is serieus zo. Maron? Wie is Maron? Oh, Myron. Nee, Myron heet ze. Ze heet Myron. Nee, ze heet Myron. Jij noemt haar Myron. Ja, dat klopt, ze heet zo. Wat is dat? Het is knolpower, hè? Zit op je papa's telefoon. Hoppakee. Even een popsocket gefixt. Hey, kijk eens wie we daar hebben. Het is Myron. Hoe ging motorles? Hoe ging motorrijden? Goed. Ja? Ja, serieus? Echt super, super goed? Ze gaan versneld aanvragen. Ja? Ik kon alles in één keer. Ik heb achtjes gemaakt, ik heb alles in één keer gedaan. Dat meen je niet. Dames en heren, wat een toptalentje. Dat had ik ook al verwacht, eerlijk gezegd. Oh mijn god, kijk dit. Kijk dit. Wat zit er op mijn arm? Zie je? Geen paniek, dames en heren. Hij gaat vanzelf weer weg. Oh mijn god. Milana, er zit een wesp bij haar. Wesp bij haar. Hier zo, hier zo. Hier zo. Ja, dat ben ik, hè. Die is niet bang, nee. In ieder geval, ik had al zoiets verwacht dat Myron er helemaal doorheen zou knallen. En hoe super sick is het dat na haar eerste rijles van motor, dat ze al haar tussentijdse toets heeft aan kunnen vragen. Tenminste, dat wilde ze. En nu bij de tweede les gaat alles ook zo goed dat het gewoon niet lang meer duurt voordat ze haar toetsen en examen mag doen. En dan kunnen we met z'n tweeën motorrijden. Allebei op mijn eigen motor. Super sick. Hey, maar Myron. Ik ben trots op je. Super netjes. Binnenkort met z'n tweeën lekker rijden op de motor. Ging je ook op de MT7 rijden? Ja, op de MT7 ging je? Goed zo. Ja, was echt leuk. Oh mijn god. Deze is geleend. Wat geleend? Nee. Jij had Enzo vorige keer gehad. Ja, dat klopt.
Deze krijg je terug van toen je die boot eens achteruit zette. En die eieren dan? Ja, eigenlijk staat 2-1 voor mij nu. Pak hem maar. Zo. Hebben we even je papa in het water geduwd. Lekker pu. Lekker pu. Oh, wat heerlijk zeg. Dit was echt perfect. Hij stond er zo perfect voor en moest gewoon. Hij heeft alleen maar dit. Je moet gewoon trekken, niet draaien. Ah! Lekker pik. En Luciano slaapt ook gewoon verder. Doei. Niet doen. Moet dit ding doen? Hij staat goed op. En nu val op je rem, papa. Oh. Dat kan niet. Weet je hoe super ziek? Ik was net de drone aan het vliegen. Echt, ik deed hem omhoog. En in één keer, die gek van een sheet, die springt de boot uit. En in één keer komt hij erachter dat het maar 1 meter diep is. Doe maar eens, nu. Wat de heck? Jij springt erin en in één keer sta je op. Ik denk, hoe doet hij dat? Wat? Dat is neutraal. Maar dat is echt bizar. Kijk dan. We staan hier gewoon midden op het meer. En het is gewoon maar een meter. Misschien 1,20 meter, maar meer niet. Ja, dat komt omdat we niet in de vaargeel zitten. Ja, ik had hem niet verwacht. Ik sprong. Jeetje. Niet normaal. Nou, cool. We gaan dus in ieder geval eventjes vliegen met de drone. We gaan mooie shots maken. En dan gaan we straks even lekker zwemmen. Gaan we een lekker duikje nemen. Ga je ook straks zwemmen, Luciano? Zwemmen? Ja, die gaat ook wel even zwemmen. Oh, hey, zien jullie dat ook daar? Die gele velgen? Dikke Johnny! Ja. Oh. Ik moet eerlijk zeggen dat het weer nu wel een beetje raar is. De zon komt er niet echt doorheen. En je hoort een beetje rommelen. Je hoort het een beetje rommelen. Dus zodra we onweer horen eigenlijk, dan moeten we wel meteen het water af. Ik vind het levensgevaarlijk. Ja, is echt zo. En vooral als één iemand zo'n stalen hengel zo in de lucht houdt. Hij zorgt ervoor dat we hier worden ingeslagen. Even een baarsje vangen. Even kijken of een baarsje kan vangen. Even een baarsje vangen. Ik heb mijn vrouw wel mee vangen. Goh, je kan die wel hoor. Gooi hem zo tegen het riet aan daar zo. Dat zei ik toch al, dat die jongens, die gasten kunnen gewoon vissen. Dat heeft deze twee. Ik heb er één. Heel klein snoepje. Oh mijn god. What the fuck? Oh, wat is dat? Zag je? Je bent enthousiast, joh. Ziek, hè? Er was zo'n klein snoepje. Ja, oh mijn god. Waarom ben ik? Op baars aan het vissen. Ziek, hè? Ik ben op baars aan het vissen en ik heb in één keer snoek te pakken. Mini snoek. Als het warm is, dan is het niet heel erg handig om te snoeken. Daarom wilde ik hem zo snel mogelijk binnenhalen en weer terug doen, want dan leeft dat beestje nog. En dit was gewoon de beste catch and release die er is. Waarom heb jij nou weer een vis? Ziek! Hey, maar ik zei het. Ja, hij zei dat dit wordt de worm. Ik zei het nog. En ze zei dit wordt de worm. Gooi, maar wat denk ik? Bizar, hè? Sick. Ik krijg zo een dikke baars. Echt bizar. Op je hoofd. Dit is gewoon een politiestuin. Ja, ja. Ja, die is wel goed. Ja, Shahid is je nu voor. Hoor je, Gio? Ja, hallo. Op je hoofd. Ik kan niet op je hoofd. Gooi ik in de broek. Milana probeert het de hele tijd goed te zeggen. Nee, het is broek uit op je hoofd. Broek uit op je hoofd. Broek uit. Nee, niet broek uit op je hoofd. Dames en heren, het weer slaat in één keer om. Het is op dit moment aan het regenen, maar de zon die komt er serieus ook nog doorheen. Dus het is... Wat krijg je dan als de zon en het regent? Wat krijg je dan, Gio? Als de zon schijnt zoals nu en het regent, wat krijg je dan? Geen idee. Een natte broek. Ja, rainbow high in the sky. What you are.
Ja, lekker dat iedereen zo meedoet, ja, hoor. Nee, maar ja, dat klopt. Je krijgt dus een regenboog. Dus we houden het even goed in de gaten. En dan misschien zien we straks wel ergens een regenboog. Luier uit, luier op je hoofd. Luier uit, luier op je hoofd. Dit is de nieuwe versie van Broek uit op je hoofd. Broek uit op je hoofd. Dus bij deze, ik zie het wel verschijnen. Nou, we zijn serieus net op tijd binnen, want buiten is het hard aan het regenen. Oh, en kijk eens wie er al in het zwembad zit, hoor. Lekker, hoor. Zo, het is hier tropisch warm. Wat? Het is hier tropisch warm. Ja, en het zwembad is zelf 34 graden. Niet normaal, het zwembad is 34 graden. Normaal. Dat is echt heel lekker. Dat is echt heel lekker. Hé, maar Gio, is het niet erg als die tv nat wordt? Nee. Nee, dus ik kan ook gewoon een bommetje doen hier? Ja, serieus? Wordt je vader niet boos? Weet ik niet. Weet ik niet. Jij maakt hier altijd bommetjes. Ja, maar mijn bommetjes zijn wel ietsjes hoger, denk ik. Zeet, kan ik gewoon een bommetje doen hier? Ja. Ja, kan dat gewoon? Hij is kapot. Hij is kapot. Hier! De shadow! Hier, kom maar! Zo, die is goed! Heb je een luier aan? Een zwemluier. Luier aan, luier op je hoofd. Luier. En Poepo, wat ben je nu aan het doen? Hij schrok heel even. Ja. Wat dat bommetje was je niet. Heb jij een zwemluier aan? Nee, en dan. Dit is zo'n schattig kind. Ja. Ongelooflijk. Kom mee, schiet. Niet op mij, niet op mij. Oh, ik ga snel weg, ik ga snel weg. Pak hem. Nu schieten, schieten, schieten. Au. Dat heet de pinguïn. Oh. Dat was een zeehond. Oké, ben je klaar voor? Wat doe jij nou met een pan? Milana, wat ben je aan het doen met een pan? Hij springt gewoon in het water met een pan. Hey, rustig aan. Jammer dat je er vandaag niet bij was, maar ik zie je de volgende keer weer, ja? Ja. Oké, later. Doei. Doei. Ja, hij kwam naar me toe. Hij zei, hoi Enzo. Of ik bedoel, papa Enzo. Ja. Serieus. Oké, cool. We hebben even omgekleed. Ik heb even een onderbroekje en broek van Sheet aan. Want zelf was alles nat voor mij. Ik had het niet zo goed voorbereid voor vanavond. Maar goed, we gaan lekker uit eten met z'n allen. Dus we gaan er vandoor. Ik heb gewoon twee vrouwen in de auto, joh. Kijk al deze carspotters. Oh mijn god. Het zijn er zoveel. Hé, hey, keihard. Die gozer heeft een shirt aan van Lil Peep. Echt super vet. Even zeggen. Hé, hey, Lil Peep gang! Hey! Power! Wow, joh. Die knolbouw was echt intens. Die was echt vanuit zijn teen. Die was vanuit zijn hart, zijn nieren, alles. Flipjack. Ja, ik zit in de auto! Kijk deze Ferrari. Oh mijn god. Ziek. Echt. Heel ziek. Ferrari blijft top. Maar ja, geen SUV, hè?
Nee, het is geen SUV. Nee, wanneer komt die Ferrari SUV nou? Ja, dat is jouw end goal, toch? Zo. Als er ooit een Ferrari SUV komt. Ja, als er ooit een... Er is wel een render geweest, zeg maar. Dus een render houdt in dat er neppen is gemaakt. Maar op zo'n manier dat die heel erg echt lijkt. Dus dan hebben ze hem ook op de weg gezet en zo. Alle details zijn dan al bekend. Ja, hij is al helemaal gemaakt. Zo van, oké, als hij komt, wordt dit hem ongeveer. Maar volgens mij is het nog steeds niet bekend of er echt een Ferrari SUV gaat komen. Het zou wel keihard zijn. Ik bedoel, Lamborghini Urus SUV. En dan, ja, Ferrari kan niet achterblijven, toch? En je naam natuurlijk. Ja, Enzo Ferrari. Ja. Ja, tenzij ze zoiets hebben van we gaan niet mee met de hype van de SUV van Lamborghini. Want de Lamborghini Urus is volgens mij een van de beste verkochte Lamborghinis ooit. Omdat er zoveel mensen zijn die een familieauto willen en dan gewoon een heel dik groot merk. Dus ja, toen de Urus eenmaal kwam, waren er over heel de wereld echt mega wachtrijen. Omdat Lamborghini zoiets had van ja, weet je, we gaan nu niet in één keer een nieuwe fabriek openen om meer Urus te maken. We blijven gewoon een beetje limited, een beetje exclusief. Dus vandaar dat er nu ook niet duizenden rijden in Nederland, maar dat het nog steeds best wel exclusief is. Dat is wel echt super vet. Maar volgens mij heb je nog steeds een wachtrij op de Urus als je hem wil kopen. Volgens mij ook. Dat is echt gekke werk. Maar goed, ja, als iemand kijkt van Ferrari, fix die SUV. Nee, ik ben erg benieuwd als die ooit komt. Oh, je zou graag een testrit maken. Maar de kleur van Ferrari moet ook gewoon rood zijn. Ja, die wordt knolpauwrood. Ja, maar echt gruwelijk knolpauwrood. Ja, dat wordt... Oh man, die smelt helemaal in mijn mond. Je weet nog niet eens hoe die eruit ziet. Ja, ik heb die plaatjes gezien dat als hij misschien ooit komt dat hij dat wordt. Ja. Maar verwacht je dat hij dan beter wordt dan deze? Ja, want beter weet Lambo ik niet. Lambo en Ferrari zijn beide gewoon echt topklasse auto's. Ik kan niet zeggen dat Ferrari beter is dan Lambo. Nee. Het is wel duurder, omdat het exclusiever is dan Lambo. Ferrari, ja? Er zijn minder Ferraris dan Lamborghinis. Ja, volgens mij is Ferrari ook ietsjes duurder trouwens, ja, of niet? Ja, dat zeg ik. Ah, oké. Dus ik praat jou gewoon na en dan lijkt ik je gewoon slim. Dat zeg ik. Ferrari is duurder, maar dat betekent niet zozeer dat het beter is, maar nee, gewoon klopt. Exclusiever een Ferrari. Dat zei ik. Oké, okay, nee, dat geef ik wel. Maar klopt het dan ook dat die Ferrari duurder is? Of? Ik weet niet, ik heb geen idee. Ik denk dat Ferrari minder rijdt omdat ze wat duurder zijn. Denk ik. Ik weet niet zeker. Ik denk het ook, ja. Dat heb ik ooit een keertje ergens gelezen. Ja, je moet wel iets meer geld hebben voor een Ferrari. Ja, hè? Niet jij. Oh. Oké, okay, nou in ieder geval laten we hopen dat die er komt. We zitten nog maar net aan tafel in het restaurant. En sowieso vanavond wordt het speciaal bijzonder eten om de dag goed af te sluiten. En Shahid heeft net het kaartje geschud. Het kaartspel. Het maakt niet uit welke, maar laat hem niet aan mij zien. Pak er ook geen met naam op, dus doe maar een ruimte of iets anders. En zelf kies, hè. Wat je wil. Hij doet de een naar voren. Geen uit het nu, jongens. Is het een mooie kaart of wil je een andere? Prachtig. Perfect. Zou je een naam erop willen zetten? Oh, niet die. Naam op deze kant. Die kijkt, hè. Oké, je naam erop zetten. Maak ik uit of je zien wat ik in deze week. Wat jouw kaart? Ja, lekker. Dus hier? Oh, het maakt niet uit of die. Nee, ik ken deze truc al. Wat we namelijk doen, we pakken die kaart en dan stoppen we ergens vol in het midden. Eerlijk zeggen, is dat in het midden? Ja. Ongeveer? Ongeveer misschien, ja. Als je dat doet, is er één kaart omhoog. En dat is hopelijk, is het jouw kaart? En we kunnen iets langzamer doen, niet te langzaam natuurlijk. Jouw kaart stoppen we ergens ongeveer in het midden, komt dit weer. Die blijft naar boven. Hé, hey, die is wel goed, hè? Huh? Maar dit is misschien te makkelijk. Dit is te makkelijk. Ergens ongeveer in het midden. Eerlijk zeggen, dit is hem niet. Dit is hem ook niet. Dan leggen we drie kaarten daar neer. Je mag het houden, alsjeblieft. Dit is hem niet. Dit is hem ook niet. De laatste kaart, jongens. De laatste kaart. Dit is hem ook niet. Jij mag van deze drie kaarten één kaart aanwijzen. Jij mag zelf kiezen welke. Die? De middelste? Kan jij ook eentje aanwijzen? Als ik het goed heb, eerlijk zeggen. Deze en deze. Ja. Ja. De middelste is het. Let goed op, ik doe het langzaam. Dan zie je misschien veranderen. Komt dit, hè? Hoi, yo. Wil jij hem omdrijven?
Ja, hou op hoor, hou op hoor. Nee, ik kan deze truc even wel uitleggen, maar niet zo makkelijk. Als ik de kaart zelf terugstop, misschien dat ik stiekem de kaart omwissel of zulke dingen. Dus zet de kaart mij ergens tussen. Maar laat hem eerst zien aan iedereen. Nee, nee, niet aan. Laat hem zien aan iedereen dat het echt die kaart is. Wat kaart is het? En schrijf om. Ja, netjes, we hebben hem gezien. Schoppenboer. Stop hem ergens in het midden, maar niet bovenop en die kont erop. Stop hem ergens terug. Hij stopt hem op. Oh, dit is perfect, dit is perfect. Dit is op de grootste positie, denken jullie? Ja, de derde. Nee, nee, niet de derde, niet de derde. Voor mij is het zeker niet. Oh, niet, sorry. Dit is hem niet? Ja, hij is ook niet mijn linkerhand. Ook niet in mijn rechterhand. Eerlijk gezegd, is dit hem? Ben je links of rechtshandig? Kun je rechtshandig wel? Wat doen we? Pakken die kaart, een hartje 9. En kun je andere hand eroverheen doen dan? En wil je van mij ergens stopzetten? Waar je wil? Stop! Hier? Hou je hand goed dicht, want we gaan jouw kaart wisselen met deze. Dan heb ik de hartje 9. Ja, dan! Hé? En nu heeft zij de schoppenboer. Hoe dan? Ja, dat is toch vreemd, hè? Ik ga weg hoor. We gaan weg. Ik leg hem uit, ik leg hem uit. Als hij ook gaat koken, vertrouw ik het niet hoor. Nee, ik kom niet meer terug als ik dat doe. Hey. Alles goed baas? Heb je knolpower aan? Krijg je geboxt? Allebei. Dit is echt een man. Ik sta te plek, schat. En die geven het inzicht? Ik hoop snoep. Jullie weten het. Snoep? Nee. Ook, oh. Nou, het lijkt erop. Rubik's Cube. Top. Wat ben jij door elkaar schudden? Niet te goed, hè? Door elkaar schudden, hij is helemaal zwart. Dat is een makkelijke versie, hè? Zien de stukjes? Heel belangrijk. Die stukjes zijn echt hartstikke belangrijk voor truc. Zonder die stukjes lukt niet. Oké. Okay. Nu een zwarte Rubik's Cube. Speciale kubus. Het enige wat je moet doen met de kubus is hem in het zak te stoppen. Een beetje heen en weer wisselen met de stukjes. Is het zakje niet leeg? Ja? Ja, zeker. Nee, ik kan het laten zien. Ja, nu met... Je wil erin kijken? Ja. Je zag er niet goed. Doe hem lager. Nee, ik kan het niet zien. Ik kan er ook in knijpen, dat is wel eerlijk misschien. Of niet? Onderkant knijpen, geen probleem. Hey, dit is echt goed, hè? Ja? Dit is echt goed. Jeetje, wat een guy. Dus... Oh, dit... een beetje clownsneus, zijn het niet. Ik ga voor de gek houden. Dit vind ik altijd leuk. Jij mag wel veel doen, hè? Ja, waarom moet ik dat doen? Jij bent zijn assistente. Ja, is die normaal? Dat is gewoon rijden. Ja, volgens mij is die normaal. We leggen hier neer. Wil je de één aanwijzen? De rooie? Nee. De rooie, zegt hij. En hang zo vast. Komt ie. Kun je heel rustig je handen naar achter halen. Alsjeblieft niet over de sausen. En openen. Ja. Heeft hij in één keer twee balletjes in hand? Doe nog een keer, doe niet zo langzaam. Zou je er voor mij eentje willen aanwijzen? Welke wijs je aan? Welke? Deze? Ja. Weet je het zeker? Ja. Niks in die hand, niks in die hand. Deze is voor mij, deze is voor jou. Hou je hand op. Goed knijpen. Komt ie? Pas op voor de sausen, niet in de sausen laten vallen. Echt leuk, hè? En wil jij er voor mij eentje aanwijzen? Bij jou maakt het iets moeilijker, zeg. Ja, de middelste. Welke kleur is die? Rood. Ik heb nog een extra bal, maar dit gaan we niet gebruiken. Welke wordt het? De dichtstbij. Deze? Ja. Kun je handen pakken? Goed knijpen. Ja. En draai hem zo om. Ja. Ik zou deze weg niet nodig. Jij moet kiezen rood. Jij moet wel een ander. Groen. Wat? Jij moet wel een ander. Vies zoet. Nee joh, nee, dat is echt ziek, hè. Dat, ik zei goed. Nee, dit is echt ziek. En wil jij twee getalletjes? Nee, dat was echt ziek, hè. Dat was echt ziek. Ik moet twee getallen kiezen. 1, 2, 3 of 4. Dat moet ook twee keer niet anders zijn. Nee, nee, wel verschillen. Dat is wel leuk. 4 en 1. Wil je dat het 4 of 1 wordt? 4. Pas op.
wat is dit? Nee, joh. Nee. Nee, hou op, hoor. Hij zat ook gewoon rustig te drinken. Tijdens het trucje. Hij zat ook gewoon te drinken. Als ik die drinken, dan groot, hè. Wat? Ja. English, yes, ben ik goed? Dit is echt bizar, mensen. Dit is echt bizar. Hij zei serieus, wil je rood, blauw of groen? Ik zei groen, ik doe hem open, ik had een groen balletje. Nu bal je dat je niet blauw hebt gekozen. Echt, hè? Die hoor ik vaak. Ik heb hier een ring. Die moet ik even vasthouden, moet ik even trekken. Even kijken of die echt is. Oké, daar een ring. Dan heb ik 1, 2, 3 en 4 dingen. En we beginnen altijd met ring nummer 1, dat is deze. En dan staat die vast wel aan. Op deze manier zo. Het enige wat je doet is dit. Ik doe het zo. Lijntje. Je hebt ring nummer 1 en ring nummer 2. Je hebt ook ring nummer 3 en 4. Die kun je zo. Ben je maar te gaan? Gaat niet, hè? Lukt niet, hè? Gaat niet, hè? Ze kunnen niet uit elkaar doen. Als je het uit elkaar wil doen, moet je het niet net doen, maar je moet één hand voor doen. Had je die op film? Ja. Had je die op film? Ja, ga ik in slow motion afspelen? Slow motion, geen probleem. Nee? Nee, doe maar. Deze truc moet echt heel duur geweest zijn om te kopen. Nee, nee, het is heel veel oefenen. Heel veel oefenen. Ja, is het heel veel oefenen? Hou hem zo vast. Waar je wil, je mag niet. Ja, is goed zo? Zo. En wil je van mij echt, ik kan zo vast houden, makkelijk. Zo? Ja, mag je drie keer tikken. Mag ik ergens stop zeggen? Stop. Hier? Ja. Niet zeker? Ja. Okay. Moet je daar drie keer tikken? Dat voelde zo raar. En daar zit het echt op bij, jongens. Kijk, als je goed oplet, zie je het misschien gebeuren. Komt er twee? Zo draag. Ik snap nog steeds niet. Nee, dat is maar is dat leuk? Nee, ik kan het uitleggen. Wil je nog een grote ring? Ja, er zijn verschillende ringen. Je hebt een grote ring en een kleine ring. Die kan je zo in elkaar. Als je de grote ring zo vergaat, kun je de kleine ring zo er doorheen duwen. Oh, huh? Je kan die duwen. Zo simpel is het. Laten we even kijken of ze echt zijn, hoor. Hey, maar de zin. Ja, dat is. Dat was het niet. Dat kan niet, hè? Hè? Ik heb er zin op geen vleugje of zo. Niks. Nee, ze zijn goed gelast, hoor. Ik denk dat ik nog een ring later net wisselen. En hoe krijg je deze twee naar de los dan? Frictie. Maar ik had hem alleen maar één keer doen. Klaar. Volgende week weer. Ja, echt sick, hoor. Nog één trucje, simpel trucje. Serieus, sick. Simpel trucje. Alles wat hij doet is moeilijk. Ja. Scrabble. Ik ken Scrabble wel, toch? Wij zullen maar hierop. Ik denk niet dat het een goed idee is. Dit is een gloeiend deze plaats. Ik heb mijn vingers verbrand, hè. Kijk, wil jij mij hier hij heeft ook echt een luxe doos, hè? Ja. Een hele luxe doos. Zou ik even stiekem daarin filmen? Ja, doe maar even. Oh, stiekem! Die hebben we nog op. Kijk maar, een kaartje kiezen? Ja. Top. Bekijk hem. Mag een kaart. Oh, wat de heck? Het zijn speciale kaarten. Het zijn speciale kaarten. Ik verwacht echt een klaver 8 of zo. Dat ga je niet terugvinden. Trompet was er niet. Die trompet is niet. Die leggen we daar niet nodig. Eerlijk. Ik heb hier 4 kaarten waarvan ik hoop dat die van jullie is. We hebben deze. Niet zeggen welke het is. Deze kan het zijn. Het kan deze zijn. Het kan. Nee, dit is een duidelijk niet. Deze sowieso. En de laatste. Dit kunnen we ook nog zijn. Eén van die, welke weet ik niet. Het was in ieder geval niet die. Wat was je kaart? Wat heb je gekozen? Welk beeld? Welk beeld? Moet je die nu noemen? Ja. Een gouden schroef was het. Toch, een bout. Een schroef. Gouden bout. Dat was hem niet. Maar het rare is, jullie dachten dat het fout was. Maar als je goed kijkt, zie je dat elke kaart een letter heeft. De B. Een bout. Oh my god. Wauw! Waar zit moer dan? Nee. En zo! Nou, ik snap er geen bout meer van. Brain fart! Oh, gelukkig maar. Wil jij nog een trucje doen? Ja. Ja, doen we. Oké. Ik snap er geen bout meer van. Dus wat gaan we doen? Doe jij hem een trucje?
We hebben ook lekker eten inmiddels. Ja. Weet je, ga jij lekker eten? Kiezen wat je wil. Geniet ervan. Jij hebt gekozen voor vis. Dat is wel leuk, hè? Dat zorg ik dat het allemaal geregeld wordt. Ik heb niks gegeten. Hij gaat zo snel, je moet snel chappen. Oké. Ik heb ook een trucje. Jij hebt ook een trucje? Ja, kijk, let op. Deze ventje heeft 9 cijfers, zeg maar. 9 kwartjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Ja. Jij moet aantikken welke jij denkt. Want dit is, ik kijk niet en ik moet raden welke dat is. Oké. Okay. Ja? Ja. Dus moet ik even... Even instralen, dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Jij moet er even zoeken. Ja. Wat zit dit erbij? Gewoon eentje aanwijzen? Ja. Oké, heb ik gedaan. Oeh, lastig. Ja, oh nee, wacht, ik weet hoe dit gaat. In één keer heb ik zo'n lichtje wat aangaat in mijn hersenpan. En jullie zitten signalen te geven, of jij zit te vertellen. Nee. Oké, dan doe ik. Wacht, ik kan het ook. Ik zal me omdraaien. Huh? Oké, nog een keer. Nee, ik heb niks signaal. Nog een keer. Oké, hij heeft hem ingesteld. Oké, ga maar. Ik doe echt helemaal niks. Ik ga hier staan zo. Dankjewel. Ja, hij kan. Ah, dat is makkelijk nu. Nee, even serieus, hoe? Hij komt hier heel vaak, hij komt hier altijd. Jij bent de inspiratie voor hem. Ja. Hij staat hier volgende week weer, hè? Nog één keer. Oké, wijs jij eens aan. Oké, wacht even, Marwin gaat aanwijzen. Ja. Oeh! Heb je ooit iets aangewezen of niet? Ja. Oh. Nee, niks aangewezen. Hoe weet hij dat dan? Hij verlult. Nee, oké, dan moet je mond houden. Nee, sorry. Draai me om. Ik wil niet. Dat is moeilijk, hè? Ik moet hier gaan staan. Ga maar. Ja, geweest. Ja, kijk maar. Ik ga al die kant op, hè? Sorry. Dat is beter. Ja. Hoe weet hij dat? Laat niet. Ja, hij is gewoon maar gedrukt. Ja, dan doe je niet drukken, maar dan doe je hem gewoon de boven, ja? Voor nog een keer? Ja, laatste keer. Ja, dan doe je niet drukken, maar dan doe je echt gewoon. Oké. Okay. Dan doe je gewoon zo. Is goed. Want uiteindelijk, anders kan ik echt niet. Ik kom bijna klaar, ik kom daar even. Oeh, die is moeilijk. Oeh, die is moeilijk, zegt hij. Ja? Oké, okay, ja. Hè? Jij snapt hem niet, hè? Nee, ik snap hem niet. Wat? Sorry, jongens. Ga je van de smeren. Ik snap hem niet, maar ik heb heerlijk eten op mijn bord gekregen. Ik ga lekker eten. Wat was je naam? Mano, Mojo met je kaartjes liggen, dat goed is. Top. En waar zijn we nu? Hé, hey, dankjewel. Mano van Mojo Magic. Dat ziek. Echt. Shoutout naar die gast. Zo knap, hè? Echt ongelooflijk. Wow. Ja, wat is dit nou weer? Ik heb me eigenlijk mezelf beloofd om dit nooit meer te doen. Omdat ik gewoon echt de laatste keer bijna over mijn nek ging. Maar we zijn uitgenodigd door Shaiti hier. En als ze me dat aanbiedt, vind ik het moeilijk om te weigeren. Nou, oestertje slurpen, jongen. Hoe doe ik dat dan? Gewoon met je vingers. Alles weer een keer met je vingers ook. Moet ik ze mijn vingers schrapen? Ja, dat is thuis. Doorslikken, snel. Vind jij het niet? Ik vind het ook zo smerig. Nee, ik probeer het echt. Ik probeer het echt, maar ik vind het zo... Puur zee smaken? Ja, dat is het. Dat vind ik puur ook zee. Lekker, hoor. Ja. Ik neem snel een kippie. Wat gaat er nu gebeuren, Marwin? Lekker flamberen. Oh, flamberen! Hey! Oh, lekker hoor. Heerlijk, even voelen of mijn wenkbrauwen er nog zitten. Ja hoor.
Helemaal netjes. Nou, bedankt, dat was hem. Ja, ja. Dankjewel. Nee, deze man die kan volgens mij echt heel veel met deze kookplaat. Hij draaide net uit die beste show. Ja, dan weet je al gewoon dat moet je niet tegenkomen in de avond. Dat is foute boel. Draait een paar keer om zijn heen met een mes. Ja, echt ziek hoor. Echt knap. Wow, dat was echt. Lekker zeventje. En dit allemaal voor de peper. Ik vind het echt sick. Ja, het kan sneller. Het kan... Oh, ik had het niet op. Ik had het niet op. Ik wou zeggen, en dat allemaal voor een beetje peper, ja. Het is super knap. Het is echt super knap. Wanneer wil je zo ophalen? Ik vind het zo indrukwekkend hoe hij dat allemaal doet. Ik hou er heel veel van. Ja, ook al is hij gewoon normaal aan het snijden, het ziet er zo elegant uit. Echt met souplesse. Ook gewoon dat je eten gewoon voor je neus bereid wordt. Normaal zie je dat niet. Het is zo vers. Ja, je zit gewoon echt zo lekker te kijken. Oh, dat ziet er zo goed. Ja. Kom ik maar zo kopen. Oh, heel veel stroom. Ik heb mijn stroom niet normaal. Oké, voor jou. Hoppa. Hey, vuur uit elkaar. Hoi. Hoppa! Hoppa! Hoi! Ja! Ja! Hoppa! Hoppa! Oké, nog een keer. Ik hoop echt dat het goed gaat. Hoi! Hoppa! Hoppakee! Hey, niks kapot gemaakt, hè? Helemaal schoon. Francis is? Francis! Ja? Ja, oké, ik ken. Ik ben altijd speciaal voor dit soort dingen hoor, dus. Probeer het? Ja, kom maar op. Hey, hoppa! Kom maar goed. Hoppa! Dat is voor jou geleden. Ja. Is het ook een lekker eitje, Fren? Ja? Ja? Hoi! Hey. Ja. En die was wel spectaculair, die was echt spectaculair. Oh, was op met je kin op de tafel, hè? Hoppa! Ai, ai, ai. Oh, netjes hoor. Hey, en nu Myron. Kom op Myron, focus hè, focus. Die topsportmentaliteit, topsportmentaliteit. Oei. Ik kwam gewoon echt mis, ik kwam gewoon hier. Oei. De vloer wordt wel vies zo. Nog eentje. Nee, nog vier. Jezus. Oké, laten we zeggen, je mag ook vangen met je decolleté. Dat wordt makkelijker. Ja! Schieten? Kan hij schieten? Nee joh. Gaat hij schieten? Nee, is wel moeilijk hoor. Is dat moeilijk, ja? Nee joh! Wat? Wat gebeurt hier, joh? Weet je hoe snel dat was? Zo, yeah. Hey, als die oog komt hier. Wow, dat is niet normaal. Hij bouwt de spanning ook op. Ik heb in slow-mo. Oei! Niet normaal, echt niet normaal. Het schoot ik helemaal drie stukken aan elkaar, joh. Oké, één stuk. Nee. Ik doe hem zo bij hem zo. Ja, zo'n ding.
Oké. Ja. Ja, is het moeilijk? Ja. Ja. Kom weer bij, dit meisje. Ik neem dit hier bij je aan. Oh! Ja. Oh, dit is echt moeilijk. Ja! Ja, zo bijzonder eten, dit wordt heel leuk. Daniel die probeerde het ook eventjes, maar helaas geen succes. Het is best moeilijk. Lekker plaatje ook op de achtergrond. Zo. Echt een hele goeie. Oké, ja. Wow! Hey joh, je gerecht staat gewoon in de fik. Pas op voor je haren, zie. Oh. Zo, kijk dan. Hè? Dit is lijp, hè? Oh my god. Zo dames en heren, we zijn weer thuis en we hebben echt een superleuke dag gehad. En we gaan even lekker de tandjes poetsen en dan gaan we slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten, net als wij. Vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, piet! Knol, power!